Toon, we blikken terug op het bizarre seizoen 2019-2020. En we zitten op dit moment letterlijk binnen de lijnen van het veld. Heb je het gevoel gehad de afgelopen weken en maanden dat je zelf een soort van wedstrijd hebt gespeeld? Maar een wedstrijd die niet te plannen was, was mijn gevoel. Een wedstrijd die we niet wisten wanneer die begon en wanneer die eindigde. Maar wel een soort strijd, laat ik het daarop zetten. Dus een wedstrijd heeft een begin en een eind, maar het was wel een strijd om te overleven. Stel dat dit seizoen een boek zou zijn, wat zou de titel van dit boek zijn? Ja, dat is goed om over na te denken. Het moeilijkste voor een boek is de titel namelijk, want dat moet in één zin eigenlijk alles zeggen van dit seizoen. Laat ik het zo zeggen, een historisch seizoen. En dat kan ik op verschillende manieren opvatten, want een historisch seizoen is een keer als een club een keer de Champions League wint, is een historisch seizoen. Maar dit seizoen zal nooit meer iemand vergeten. En in zoverre is het dus voor iedereen historisch geworden. In hoeverre was dit een déjà vu, of heeft u een déjà vu gekregen naar de periode bij AZ, waarin Van Gaal moest worden losgelaten, waarin DSB als sponsor van AZ failliet ging. Dat was een extreem moeilijk jaar. Volgens mij heb je zelf gezegd, dat gaat niks meer overtreffen. Hoe relativeer je dat? Nou, het was een bizar jaar toen bij AZ, omdat ook 100 banen ter discussie stonden. De hele club stond op omvallen. Dus voor die club was dat echt erop of eronder. En dat heeft uiteindelijk goed uitgepakt en dat is wel weer een mooi succesverhaal. Dit seizoen heeft zoveel verschillende kanten gekend achteraf, dat je denkt van het is niet te vergelijken. Maar ik heb wel heel veel geleerd van de principes van die periode van AZ. Dat ik echt dacht, maak er nou direct een feit van. Niet te veel emotie erin knallen. En hou je bezig met een worst case scenario. Dat heb ik daar wel geleerd. En daar hebben we wel profijt van gehad, denk ik. Ja, maar met name, hè, je zegt, er stonden heel veel banen onder druk bij AZ. Dat had nu ook het geval kunnen zijn. En is misschien ook wel het geval. Ja. Nee, dat klopt. Alleen die hele club dreigde om te vallen. En dat gaat hier niet gebeuren. Dus daar kunnen we kort over zijn. Hoe het precies afloopt, weten we nog niet. Wij zijn natuurlijk bezig om zoveel mogelijk mensen ook binnen te houden. Maar ik weet niet hoe lang dit gaat duren, wat de effecten zijn op lange termijn ook voor een club en voor onze bedrijfstak. Dus dat is niet eenvoudig. Dus er zijn ook best wat zorgen op dat gebied. En dat is wel de overeenkomst met de periode toen in Alkmaar. We gaan naar het sportieve jaar van PSV. We beginnen bij de zomer van 2019. Het wordt Van Bommel zijn tweede jaar als trainer. Zijn eerste jaar was eigenlijk helemaal geen slecht jaar. Maar er zijn geen prijzen gepakt. Was de zomer van 2019 het vertrekpunt, daar moet nu wel gepresteerd worden? Ja, dat is precies wat je zegt. Als je de getallen ziet van dat eerste seizoen, dat zijn hele acceptabele getallen. Maar een topclub gaat om prijzen en dat is allemaal net niet gelukt. We waren natuurlijk uiteindelijk ook vrij dichtbij. Ik heb ook in de arena gezeten waarvan ik dacht, als we nu even aan doorzetten, wie weet gaan we weg naar de landstitel. Maar uiteindelijk is dat niet gelukt. Dus dan evalueer je, dan kijk je verder, dan ga je een transferzomer in. En dan zet je daar een selectie neer en een staf waarbij je dacht, die kan meegespelen om die prijzen binnen te gaan halen. Dus wij waren eigenlijk wel tevreden met de transferzomer, als ik dat bruggetje even mag maken. En dat werd ook links en rechts geschreven en ook benadrukt door mensen. En we gingen aan de slag. En de eerlijkheid gebieden zeggen, na wedstrijd of 9 stonden we samen met Ajax gewoon bovenaan. Dus de start was ook redelijk goed. Maar was die start misschien wel mooier dan de werkelijkheid uiteindelijk was? Nee, dat vind ik dus niet. Kijk, achteraf kan iedereen zeggen, het ging mis. Maar wij hadden ook in de Europa League, daar plaatsen we ons voor de groepsfase. Daar stonden we ook nog bovenaan, hadden we ook nog overwinningen gehaald. Dat was eigenlijk geen aanleiding om te veronderstellen dat het later, wat later bleek, dat het misging. En dan zit de wedstrijd erop en leidt PSV de eerste nederlaag van het seizoen in de Eredivisie met 3-0 bij Utrecht. Hoe kon het dat die magie opeens van de een op de andere dag weg was? Ja, geen idee. Daar zou ik ook eerlijk over zijn. Kijk, ik ben zelf ook jaren coach geweest. Ik zit ook 18 jaar als directeur in betaald voetbal. Dat is af en toe misschien ook wel eens een beetje ongrijpbaar. Dat je denkt van hoe komt dat nou? Er was op dat moment geen enkele aanleiding. Ik bedoel, daarna vallen er twee resultaten tegen. Dat kan gebeuren in een seizoen. Daar praat je gewoon met elkaar over. Maar nog steeds geen enkele aanleiding. Ik denk, dit wordt een minder seizoen of een slecht seizoen. Het is misschien een heel klein dipje en we pakken het wel weer op. En dat gebeurde niet. Wij kwamen in een negatieve spiraal terecht qua resultaten. Met uiteindelijk de situatie dat we niet goed presteerden. In de Europa League niet overwinterden. En dat een heel slecht seizoen werd. En het eindigt dus op deze donderdagavond in Lissabon tussen Sporting en PSV in 4-0.
Ja, maar je hebt gezegd, we hebben samen geprobeerd om dat te kantelen, dat te verbeteren. Hoe doe je dat buiten gesprekken misschien wel? Om wat voor maatregelen neem je achter de schermen om ervoor te zorgen dat je toch dat kantelpunt misschien kan bewerkstelligen? Nou, kijk, het lastige van zo'n elftal en zo'n voetbalclub is dat de spelersgroep en de staf en de selectie staat op dat moment vast. Dus daar kan je niet in ingrijpen. Dus met andere woorden, van je gaat het zoeken binnen de spelersgroep zelf. Je gaat een keer met wat spelers praten, je gaat een keer met de aanvoerders praten, je gaat ook met de staf praten. Wij waren bijna om de dag bij wijze van spreken aanwezig om met Mark van Bommel en zijn staf te praten. Gewoon in normaal overleg en te kijken hoe gaan we dat doen. Hij zat daar zelf ook geweldig mee, dus onderschat ook die kant van het verhaal niet. Die maakte voor het eerst dan een behoorlijke tegenslag mee, ook als coach in zijn carrière. Ja, dat is niet eenvoudig. En dan nogmaals, je gaat praten, je gaat kijken wat kan je doen. Hij gaat zelf een aantal keuzes veranderen in zijn selectie. Maar het levert niet het resultaat op. En dan kom je in een hele lastige periode terecht. Ja. En dan ga je op zoek naar eigenlijk winst. Een resultaat. En dan denk je, als die wedstrijd er goed valt, wie weet, pak het weer op. En dan pak het de volgende wedstrijd. En dan kom je ook op het woord geduld. Want wanneer is het nou de grens bereikt? Dat is ook niet zo'n eenvoudig punt. Want je blijft zoeken. En wij zijn een club, en ook een directiedeur, zeg maar, raadcommissaris, die alles aan doet om dit te keren. Dus ik moet in de spiegel kunnen kijken. En ik moet uiteindelijk ook tegen Mark van Bommel en zijn staf kunnen zeggen, ja, tot hier en niet verder. En ik durf te zeggen dat we het echt alles aan gedaan hebben. En dat ik mezelf in de spiegel kan kijken, de supporters in de spiegel kan kijken, de club in de spiegel kan kijken, maar ook de staf. En er zijn coaches die dat snappen, vaak als dat gebeurt. Zijn er ook coaches die het niet snappen. Van Bommel was echt een vechter, hè? Ja. Nee, maar kijk, zijn karakter op het veld, waar hij altijd voor geroemd is, dat zie je dan later ook weer terug in alles. Hij is dan niet iemand die dan lachend de tent uitgaat en zegt van, ik begrijp wel hoe het in elkaar steekt. Ook dat is een knokker. En iedereen heeft recht op zijn eigen karakter, om maar eventjes zo te zeggen. Ik en hij ook. En ik weet wie die is. Ik heb heel intensief met hem samengewerkt. Maar goed, als hij hier nu binnen zou lopen, op het veld zou komen, dan kan ik hem recht in zijn ogen aankijken over de samenwerking die we hebben gehad. En ook hoe het uiteindelijk afgelopen is. En dat is voor hem niet prettig, dat begrijp ik heel goed. Maar ik zit hier voor de club. Dan is het wel eens lastig om beslissingen te moeten nemen. En voor PSV is de conclusie halverwege het seizoen dat het seizoen volledig mislukt is. In Europa, in de Eredivisie. Het is mislukt. Vijfde uitwedstrijd op rij zonder overwinning voor PSV. Had u in die zin ook die nasleep die er uiteindelijk kwam ook soms via de media wel ingecalculeerd? Nee, dat had niet ingecalculeerd. Het is het via de media akkoord. Kijk, je weet wat er op een gegeven moment gaat gebeuren. Wij zijn in een wereld van veel publiciteit. En als dan iemand als Mark van Bommel, wat een icoon is van deze club, uiteindelijk ontslagen wordt, dan weet je wat er ongeveer gaat gebeuren. Je ziet ook allemaal lijntjes lopen van allerlei kranten en journalisten. En er gebeurt echt van alles. Maar goed, dat moet je accepteren. Want anders moet je deze banen niet gaan nemen. Daar kan je als club misschien ook niet veel tegen inbrengen. Nee, maar dat vind ik ook niet zo erg. Ik bedoel, je moet een grote jongen zijn als je in deze wereld werkt. Soms krijg je complimenten. Soms gaat het over, soms zit er echt onredelijkheid in. Maar ik heb zoiets van, als je je mening geeft, je zet je naam eronder, heet dat een column. Dan moet je dat maar zeggen. Er staan soms slimme dingen in, er staat soms onzin in. Maar dat hoort bij mijn vak. Het werd daarna wel heftig. Want het had de uiteindelijk effect op hier in het stadion. Op supporters en spandoeken en spreekkoren. Ja, gericht tegen mij en tegen John de Jong. Ja, dat was wel een hele vervelende periode, kan je vertellen. Ja, voor jullie persoonlijk, maar ook voor het imago van de club. Er waren veel mensen die hebben gezegd, dit hebben we nog nooit meegemaakt bij PSV. Nee. Zeker ook wat er daarna ook gebeurde. En PSV kwam in een spiraal terecht. Ja, dat is ook zo. Het is ook heel vervelend. En kijk, in het kader van de grote jongen zijn, is het niet erg, vind ik, dat er een keer een paar spreekoren komen. Dat er een keer een paar spandoeken komen. Dat wens ik ook nog wel te accepteren. Dat hoort bij misschien wel een grote club en tegenwoordig hoe iedereen met dit soort dingen omgaat. Maar het duurde gewoon te lang. En het begon ook al voor wedstrijden. Dus wij proberen als de club het beste te doen. Ja, en dat heeft echt te lang geduurd, vind ik. En ja, toen heb ik ook inderdaad... Hoe bedoel je, dat gebeurde ook voor wedstrijden? Nou, wij speelden een wedstrijd tegen NAC. En er was niet eens een slecht resultaat gehaald. En toen begon het spreekoor al. Dus dan zie je ook dat het niks meer te maken heeft met resultaten. Met Ernst Faber die probeert de zaak te keren of de club. Maar voor een wedstrijd waren er al spreekoren. En dan begint het te stapelen.
En ja, dan mochten we op een gegeven moment niet met onze auto lopen vanwege de veiligheid. En er gebeurden hele persoonlijke dingen allemaal. Ja, dan betaal je wel een prijs, zou ik je vertellen. Ja. Heb je nog steeds dat gevoel van onveiligheid wel eens? Of is dat helemaal weg? Nee, ik moet eerlijk zeggen, op een gegeven moment ontstaat er dan een soort punt na een week of 6, denk ik. En ja, dan ben je toch ook alweer 8-9 wedstrijden verder. Met de beker en alles erbij. Dat ik dacht van nou is klaar. Of we gaan nu met z'n allen weer de goede kant op. Ja, toen is er een week geweest met hele intensieve gesprekken. Ja. Met echt iedereen en alles, met supporters, met belanghebbenden, met alle kampen bij wijze van spreken. Waar ik zei, jongens, nou moet ik een keer stoppen. Want hier moet een streep onder. Want anders moet je echt gaan nadenken van tot hoever gaat dit. Want ja, wij waren elke week onderwerp van gesprek in de media. In elk programma, in elke krant. En dat ging gewoon te lang door. Die rellen bij het stadion, dat de hoofdingang geblokkeerd wordt door supporters, dat was historisch, dat was ja, uniek in de geschiedenis van PSV, zelden vertoond. Ja. Lag er überhaupt een draaiboek klaar voor dat soort situaties? Nee, het is zo dat ik had dat ook niet verwacht, zal ik eerlijk vertellen. De veiligheid zal daar ongetwijfeld mee bezig geweest zijn. Dus die hadden wel zoiets van, die horen soms wel eens van de dreiging neemt wat toe enzovoort. Maar hoe ver gaat dat? En zonder allemaal in de tijd het alles te vertellen, maar het had ook persoonlijke effecten. Want ook dingen die ik er nooit heb meegemaakt, als het over je persoonlijke veiligheid ging, dat had ik er nooit meegemaakt. En daar kregen we dus van allerlei instanties en autoriteiten ook waarschuwingen over hoe dat ging. En ik heb daar ook mijn eigen grenzen gesteld. Ik heb op een gegeven moment gezegd, luister, ik vind het allemaal goed en wel. Ik wil voor deze club werken, hard werken, dingen bereiken. Maar er gaat bij mij in de straat geen busje worden geplaatst voor mijn eigen veiligheid. Want dan stop ik er dus gewoon eens mee. Dat zijn voor mij grenzen, daar ga ik niet overheen. In de tussentijd probeert PSV met Ernest Faber als trainer, als interim trainer, tijd te keren op sportief vlak. Heeft dat het gewenste effect uiteindelijk gehad? Nou ja, achteraf, als je bekijkt waar we nu staan. Hij heeft in ieder geval voldoende punten met zijn selectie gehaald. Waardoor hij uiteindelijk op de Europese plaats terechtgekomen is. Plaatsing voor de Europese voetbal. Want wij stonden wat lager. En wij moesten op een gegeven moment Willem II voorbij, want die stond ook boven ons. En was een aantal weken eerder afgeblazen, dan hadden wij vijfde gestaan. En dan was het niet zeker geweest of Europees voetbal had gespeeld, misschien wel zesde. Dus het feit dat er net voldoende punten, de laatste vijf wedstrijden 13 punten zijn gehaald, heeft ons wel geholpen in een moeilijk seizoen om in ieder geval nog bij onze doelstellingen te blijven, Europees voetbal te halen. Dus in zoverre heeft die selectie en Faber in een hele moeilijke situatie, hele moeilijke omstandigheden, toch net sportief, Dat kleine stapje gemaakt wat wij graag wilden. Wij zijn vrij snel duidelijk geweest, laat ik eerst Ernest Faber afronden, dat we hebben gezegd dat hij niet hoofdcoach voor ons seizoen zou zijn. Hij heeft een hele bewuste keuze gemaakt voor de academie. Past ook in zijn eigen carrièreplannen hoe dat zit. En wij wilden op zoek weer naar een topcoach hier met ervaring. En wij zijn uiteindelijk uitgekomen bij Roger Schmid. Sean Jong speelt daar natuurlijk een heel belangrijke rol in, samen met zijn technische mensen, om daar een keuze in te maken. Ik ben daar ook wel betrokken bij geweest. Ja, als je zijn profiel ziet en wie hij is en met zijn ervaring en zijn leeftijd. Ik denk dat mensen in Nederland onderschatten hoeveel helft job het geweest om hem binnen te halen. Ja. Want hij kon echt overal heen. Hij kon naar de hele wereld, hij kon naar de Premier League, hij kon salaris van oprapen. En ja, wij konden, zeg maar, om gewoon even eerlijk te zeggen, financieel nooit tegen dat soort grote competities op. Dus ja, wij zijn letterlijk en figuurlijk voor zijn deur gaan liggen. En gesprekken gevoerd, de club verkocht, verteld waarom we wilden hebben. En ik moet eerlijk zeggen dat, hij vertelt ook later. Hij zegt, als ik zie hoe dat gegaan is en wat voor professionele club dit is. Wij onderschatten denk ik wel eens een beetje hoe er in het buitenland tegen een club als PSV wordt aangekeken. Want dat vinden zij echt een grote club. En als je daar dan komt, dan met veel respect kom je daar binnen en er wordt over gesproken. En als je dan ziet dat wat wij allemaal normaal vinden aan stadion hier, academie, de velden, de hertgang, de organisatie, hoe het staat. Nou ja, dan is het wel leuk om eens een keer te horen van zijn kant hoe zij aankijken tegen club als PSV en hoe dat georganiseerd is. Hoor. Ja. En dat is een hoog niveau, vinden maar, zij. Maar die bescheidenheid, hè, dat zit natuurlijk een beetje in het DNA van Brabant, zit een beetje in het DNA van de club, van PSV. Is hij dan een trainer die zegt van nou, misschien moeten we dat ook een beetje gaan veranderen? We mogen wat meer die bravoure uit gaan stralen. Nee, kijk, hij is natuurlijk een man met een bepaalde speelwijze. En daar is bewust voor gekozen.
Dus John de Jong heeft uitgebreid mogen gesproken, maar dan komt ook de scouting bij om de hoek kijken. Dus die gaan kijken van hoe ze de selectie samengesteld. Hoe kunnen we het beste de spelersgroep samenstellen op weg naar volgend seizoen. Allemaal dat soort dingen worden besproken. En kijk, deze club die gaat alleen maar over winst en verlies. We hebben het net gehad over dit seizoen. Het gaat om presteren, prijzen winnen. En ja, hij zei ook heel eerlijk, het was wel interessant hoe hij er tegenaan keek. Bij een club als PSV kan ik prijzen winnen. Ja. Dan kan je bekers winnen, je kan titels winnen. En zelfs Europees zou je nog ver kunnen komen. Ja, maar je moet ook passen bij de filosofie of het DNA van een club. Ja, of is hij gehaald om die filosofie verder te ontwikkelen? Nee, kijk, de filosofie van de club, als je PSV typeert in zijn kernwaarde, roep ik altijd met twee dingen, hard met een D, hard met een T. Hard met een D is gewoon presteren. Daar hoort een topcoach bij. En hard met een T is hoe je hier omgaat met mensen, hoe de club georganiseerd is. En hoe bijvoorbeeld de academie hier aansluit richting eerste elftal. Daar wordt uitgebreid over gesproken. We zijn nu de staf aan het samenstellen met hem. Daar hoort dus het profiel van PSV in terug te komen. En dat weet ik. Dat zijn de gesprekken die op voorhand worden neergezet. Dus ik kan zeggen, je mag best een paar stafleden meenemen, maar niet 12. Want wij hebben een aantal dingen georganiseerd hier. We hebben de academie georganiseerd. Die link met jong PSV moet worden gelegd. En dat soort dingen wordt uitgebreid besproken voordat iemand ja zegt. Dus dat is wel gewaarborgd. Januari, februari, het coronacrisis, het coronavirus sluimert door de wereld. Hoe snel kregen jullie in de gaten, dit is ernstig? Dat groeide. Ik durf te zeggen dat Brabant, alles wat hier gebeurt, echt wel een week of 4 tot 6 voorliep op de rest van Nederland. En, want wij werden ermee geconfronteerd. Ik merk nu ook dat als ik hier de maatregelen zie hoe mensen zich dan houden, gaat het hartstikke goed. Als je iets meer aan de andere kant van Nederland afgaat, dan wordt dat iets ruimer gezien. Dus wij hebben echt wel het centrum gehad van de coronacrisis. En ja, wij hadden vrij snel door dat we inderdaad zoiets hadden van met publiek spelen wordt gewoon heel lastig. En dat hebben we ook met de KNVB gedeeld. En we hadden ook snel door dat we denken, jongens, het zou misschien wel eens erg kunnen zijn dan we dachten. Maar met als gevolg ook dat je heel snel zegt, er mag een streep door het seizoen. Waarom was PSV daar uiteindelijk nou zo snel mee? Nou, wij hebben alleen maar het advies gegeven, want wij gaan niet over. We hebben alleen gezegd, luister, zorg nou voor duidelijkheid. Want op een gegeven moment was het 3 weken dit en 4 weken dat en 5 weken dat. En we konden helemaal niks. Dus we konden niet aan de spelers duidelijk maken hoe het zit. We wisten niet hoe het met alle Europese tickets zou zijn. Als ze hadden gezegd, we gaan weer spelen, ook goed. Maar het allerslechtste voor ons zou zijn geweest om elke keer maar weer 4, 5 weken daaraan te knopen. Want dan heb je een soort onzekerheid. Kijk, en wat ik altijd zeg, onzekerheid is erger dan slecht nieuws. Want wat moet je dan na 1 juli doen? Wat moet je met huurcontracten doen? Er waren zoveel dossiers die speelden. Dus in Nederland zijn ze duidelijk geweest. En ja, ik snap wel dat de discussies bij iedereen zijn van ja, hadden we ook zonder publiek kunnen spelen, ja of nee? Nou, daar is in Nederland niet voor gekozen. Wij zijn dan ook zonder emotie, volgen we dat en zeggen, dit is de regel en zo gaan we doen. En dan gaan we vanuit daaruit verder werken. Hoe reageer je op de kritiek dat de Nederlandse BVO's eigenlijk ja, tekort hebben geschoten richting Den Haag in de lobby om toch de best te doen om zonder publiek te spelen? Nou, sowieso is het interessant om 2 dingen eruit te pikken. 1 is de relatie met Den Haag. Ja, daar is betaald voetbal niet goed in. Die kritiek deel ik wel. Dat is nu op dit moment, zoals we nu het interview houden, vind ik een stuk beter. Dus wij hebben als club er behoorlijk in geïnvesteerd de afgelopen 2 jaar. We hebben heel wat connecties links en rechts. En dat zie je nu ook in de telefoontjes die ik en ook andere mensen krijgen. Maar in zijn algemeenheid was het zo dat er behoorlijk kritiek kwam uit Den Haag. Dus ja, je gooit daar wel de rekening neer en er is geen plan. En ja, dat is nu opgepakt. Ik denk dat wij in 3 weken met z'n allen en ook met de top 4 clubs zeg maar, en de KNVB en de ECV nu echt slagen hebben gemaakt. Maar de weken daarvoor lag het redelijk stil, vond ik. Dus dat hebben we niet goed gedaan. Maar ja, kijk, wij hebben een bedrijfstak waar je 1 woord moet schrappen. En dat is het woord solidariteit. Want al de dingetjes die je mij vraagt hebben te maken met van dan roept dus iemand dit in de krant, dan roept iemand dat dus in de krant. Dan in 1 keer wordt een beslissing genomen, is het iedereen het weer niet mee eens. Dan wil de een wel geld in de pot gooien, de ander niet. Dan zijn 3 stemmen tegen, betekent bij de ECV dat er weer niks doorkomt. Ja, solidariteit is er nauwelijks in onze bedrijfstak. Hoe ziet die nieuwe werkelijkheid eruit? Ja, dat weet ik nog niet. Maar het betekent wel dat je moet nadenken over een aantal scenario's die zich kunnen voordoen. En ja, daar kan je ook wel weer concurrentievoordeel halen. Als je dat zelf slim doet en je hebt je scouting op orde en je weet waar je over praat, dan kan ook die markt verschuiven. Kijk, iedereen roept van de topbedragen gaan er misschien uit.
Maar als dat zo is, dan betekent het ook automatisch dat de hele markt gaat schuiven. Dat ze ook bepaalde sommige spelers goedkoper zullen gaan worden. Dus in dat kader moet je gewoon je spullen goed voor elkaar hebben. En kan je ook kansen gaan benutten. Dus ik zie het inderdaad, zo'n periode, als ook een manier om concurrentie voor te halen. Als je zelf zaken goed voor elkaar hebt. Waarbij het belangrijkste blijft dat je kapitaal van een club, dat dat op het veld staat. Dat is de enige manier om zaken op te lossen. Kijk, als je alles zou optellen hier en supporters kunnen dat doen. Van wat is die speler waard, wat is die waard. Nou, als ik een beetje ga tellen, dan kom ik zo aan 100 miljoen, om het zo te zeggen. Kijk, dat zijn uiteindelijk knoppen waarom een club ook kan overleven enzovoort. En ja, net zoals jij waarde in je huis kan hebben, overwaarde, dan kan je altijd voor een oplossing gaan zoeken. En dat geldt ook hier voor een voetbalclub. Kijk, ik zeg altijd, in crisistijden leer je mensen en organisaties echt kennen. En dat betekent inderdaad, als ik nu zie dat we en met die spelers vrij vlot toch wel een deal hebben gehad, dat we aan personeel vragen om een beetje mee te helpen, aan supporters, sponsoren, iedereen. Ja, dat is wel mooi om te zien. Dus dan zie je ook echt dat mensen betrokken zijn bij een club en ook echt zoiets hebben van jongens, oké, hier kon niemand wat aan doen. We gaan wel proberen het samen op te lossen. Ja, en als je daaruit kan komen, dan heb je een hele sterke band met elkaar. Zou je daaraan kunnen wennen, lege stadions, spelen? Nee. Daar kan je niet aan wennen. Nee, ik zit nu wedstrijden te kijken op Duitse televisie af en toe eens een keer. En ja, dat is een beetje surrealistisch. Dus sport wordt bedreven om het met elkaar te beleven. Dus ik hoop heel snel dat weer terug gaat komen. Tot slot, er staat wel een plan, de visie voor 2030 van PSV, uitgestippeld. Die staat er al een lange tijd. In hoeverre komt dat plan voor 2030 in gevaar? Niet, want het is 2030. En dat betekent dat wij bezig zijn om daar bij de top 32 van Europa te komen. En, met andere gereedschappen dan je dat plan ooit hebt gemaakt? Nee, dat weet je niet. Dus dat heb ik wel geleerd uit die periodes van tegenslag en andere omgevingen. Iedereen is aan speculeren. Niemand weet precies hoe het in elkaar steekt. En wat je niet moet doen, het fundament, is je visie. En visie overwint tegenslag. Dus met andere woorden, daar moet je nooit zaken gaan inleveren. Neem afscheid van mensen die de club gaan verlaten. Neem afscheid van elkaar, zodat we op vakantie kunnen gaan. We ronden het seizoen formeel af. Het duurt ongeveer een uurtje maximaal. Daarna kun je lekker vakantie. Dus even de spullen even opruimen. Dan zien we elkaar morgen. En dan danken jullie voor deze inzet vandaag.